Zo voor de volgende gang misschien wel een van mijn favorieten. Echt een signatuur geworden de afgelopen jaren. Ravioli gemaakt van rode bietjes. Gevuld met ricotta en spinazie. Dus wat doen we? We maken de deeg van rode bietjes. Die vullen we dus met gebakken spinazie, met wat uitjes, mooie knoflook. En dan gemengd met ricotta. We hebben een saus gemaakt op basis van reductie van room. Met aceto balsamico, wat rode bietensaus en wat port. We hebben in een bakje hebben wat radicchio. Die hebben wat gebakken. Ook met aceto balsamico en wat gebarbecuede bietenblokjes. We hebben een olie gemaakt van look. Een poeder gemaakt van look. En ja, eigenlijk een beurre monté. Dus een mooie bouillon. Opgemonteerd met boter. En daarin hebben we sojaboontjes eigenlijk al gegaard. Ik heb alvast een pannetje met warm water. Daar gaan we straks de ravioli in opwarmen. Voor dit gerecht, alles is al gaar. Alles is al bewerkt. Alles is al op smaak. Het enige wat we nog moeten doen is alles bij elkaar voegen. Zorgen dat het warm is. En dan kunnen jullie lekker eten. Even kijken, het poeder en de olie die maak ik alvast open. De rest ga ik warm maken in dit water. Ik heb een timertje klaargezet. Ik heb een schaar. Eigenlijk om in de tussentijd de zakjes open te knippen. Ik heb altijd water met lepeltjes en een pincetje en een paletje. Dat werkt voor mij het makkelijkst. Straks als het water aan de kook is, dan leg ik de raviolis erin. En dan leg ik deze erbovenop. Ik zet het vuur wel uit, zodat het water rustig blijft. En dat iedereen, zeg maar, die mij volgt, op dezelfde temperatuur door blijft gaan. Zo dan weet ik zeker dat jullie hetzelfde eindresultaat hebben. Wat ik doe en wat ik jullie eigenlijk wil geven, zodat jullie echt een topavond hebben. Nou, het water is aan de kook. Ik doe de raviolis erin. En wat ik zei, we hebben alles al mooi voor jullie voorgegaard. Dus dit is echt puur alleen opwarmen. Zet ik een timertje op 2 minuten. En die laat ik rustig gaan. In de tussentijd doe ik de borden in de oven. Ik heb de oven verwarmd op 120 graden. Die doe ik 1 minuutje erin. Warme gerechten op warme borden is natuurlijk eigenlijk altijd het lekkerst. Zo. Eigenlijk is de borden eruit. Borden zijn warm, dus gebruik een doek. Dan haal ik de garnituurtjes eruit. Zoals jullie zien heb ik een doek ernaast, zodat in ieder geval niet mijn hele werkbank onder de vocht komt te zitten straks. En dan begin ik eigenlijk om de ravioli eruit te halen. En die kan ik dan in het midden van het bord leggen. Zoals jullie zien heb ik een bord gepakt met een heel klein rondje in het midden. Dat is voor de presentatie het mooist. Dan de saus natuurlijk eerlijk verdelen. Vervolgens doe ik de olie erop.
Ik ben echt iemand die van saus houdt. Dus in dit gerecht vind ik dat de saus ook echt het gerecht maakt. Dan doen we de radicchio en de bietjes bovenop. En dan om het gerechtje af te maken, hebben we nog de boontjes. En de poeder. De poeder geeft echt een mooie intense smaak. We hebben het vocht eruit gehaald. En voor mij is dit perfect om het gerechtje zo af te maken. Eet smakelijk.